Eli, vooraf was jij een van de favorieten. Je hebt eigenlijk vanaf de eerste ronde moeten achtervolgen op Thomas Pidcock. Ja, hij nam een heel snelle start. Ik zat iets verder en het is moeilijk op zo'n parcours om direct naar voren te rijden. Ik heb dat stelselmatig gedaan. Ik zat bijna in zijn wiel, maar dan maakte ik een foutje. En voelde ik dat de beste toch een beetje af was. Maar ik denk wel dat de verdiende gewonnen heeft vandaag. Ja, dat zeker. Het is op een gegeven moment wel dat Benoit een beetje in je weg reed. Dat je niet snel genoeg bij Thomas kon komen. Ja, goh. Eerst derde en denk niet dat dat een beetje in de weg rijden is. Je strijdt natuurlijk elk voor je plek en het is misschien mijn fout dat ik erachter zit en niet zijn fout dat hij voor mij zit. Dus posities zijn heel belangrijk en ik denk dat dat van in de start ook was. Maar ja, mijn start was niet zo heel goed. Dus dat is een beetje mijn eigen schuld. Maar als ik een goede dag heb, start ik ook goed. Dus dat wil zeggen dat het misschien iets minder was. Maar dat is de vorm van de dag. Ik heb een zware wedstrijd op de Koppenberg gehad. Maar ik denk niet dat ik daar nog veel last van heb, dus het was gewoon vandaag één beter. Al met al tevreden met uw plek vandaag? Eigenlijk niet, nee. We kwamen maar voor één plek en tweede is niet waarvoor dat ik hier ben. Nou, we kunnen niks meer zeggen dan bedankt en op naar de volgende, Eli. Ja, dank u wel.